Past de bestaande manier van omgaan met risico's in gemeenten nog wel bij alle grote veranderopgaven? Hoe kan het beter? Dat was het onderwerp van het congres van VNG Risicobeheer en de Vereniging voor Bestuurskunde op 13 oktober. Gemeenten zijn spin in het web bij de grote maatschappelijke veranderingen. Het vraagt strategisch vermogen om die rol te kunnen spelen. Maar hoe doe je dat? Hoe kan de gemeentelijke organisatie een beter gesprek voeren over kansen en risico's? Om te beginnen moet je accepteren dat dingen kunnen mislukken. En om nieuwe mislukkingen te voorkomen, zo goed mogelijk leren van mislukkingen. Ja, als er iets mislukt, dan heb je kosten. Dat noemen we faalkosten, die zijn er. En als je het over risico's hebt, risicomanagement, ga je daar denken, ja, maar wat zouden eventueel dus dan de kosten kunnen zijn van het falen, van het risico waar ik naar kijk. Maar er is een andere kant aan mislukken en dat is hoe ga je ermee om? En als je daar op een bepaalde manier mee omgaat, dan zie je opbrengsten. Dan zie je dingen die je kunt leren ervan. Dan zie je mensen met wie je misschien het probleem kunt oplossen, met wie je kunt samenwerken en daarmee ook weer een stuk waarde voor de toekomst kunt creëren. Dan zie je ineens dat er enorm veel waarde kan zitten in zo'n situatie waarin iets mislukt is. Kunnen praten over mislukkingen vraagt een open en veilige organisatie. In de gemeente Heusden zijn ze daar enorm mee bezig. Als je wilt vernieuwen, moet je risico's accepteren. Wat ik in Heusden belangrijk vind, is dat er ook een cultuur heerst waarin het zelfs de burgemeester zegt van, wij vinden het belangrijk dat we klooien en prutsen. En in de zin van dat je kunt experimenteren, omdat dat aangeeft dat er een cultuur is waarin de collega's zich vrij voelen om het spannende te doen. En als je dat met elkaar creëert, dan komen vanzelf de vernieuwingen en innovaties vanzelf. Maar het veroorzaakt wel maatschappelijke pijn als de overheid fouten maakt. Je moet daarover in gesprek met de partijen die het aangaat. Het is belangrijk om verbinding te zoeken met de samenleving. En het is wel zo, als de overheid faalt, dan doet het echt pijn. Dan hebben we mensen laten zitten. En dat is nog steeds niet een reden om het er niet over te hebben. Maar dan moet je dus die mensen aan tafel hebben over hoe het echt pijn gedaan heeft. En hoe je het toch beter gaat doen, precies voor die mensen. Maar dat vraagt ontzettend veel lef en bestuurlijke steun om dat gesprek te hebben. In deze tijd van veranderen weet je zeker dat er dingen misgaan. De gemeente maakt een plan, maar onderweg zijn er altijd weer barstigheden. Risicomanagement is zo goed mogelijk daarmee omgaan. Scenarioplanning is daarvoor een goed instrument. En ik vind het dan interessant om van tevoren al na te denken over mogelijke uitkomsten. Over de verbeelding van de uitkomst. We zouden linksaf, rechtsaf, verschillende scenario's, verschillende mogelijkheden. En welk scenario het ook wordt, we hebben nagedacht over hoe we dan vervolgens dealen met dat scenario. En ik zou het heel veel waard vinden. Ik vind het ook een opdracht voor VNG Risicobeheer, voor de Vereniging Nederlandse Gemeenten, dat je veel meer in scenario's leert denken over dat plan wat altijd anders loopt, maar dat je meer klaar bent voor als het anders loopt. Risicomanagement gaat nu nog vaak over systemen en structuren en niet over belangen en onderstromen. Een risicomijnende cultuur in het gemeentehuis is niet goed. Ambtenaren moeten in vrijheid kunnen werken aan grote opgaven. Dit vraagt een veranderingsgezinde mindset en goede prioriteiten stellen. Wanneer je aan het jagen bent op een olifant, laat je niet afleiden door de konijnen. Uiteraard metaforisch, ik ben een dierenliefhebber, maar hier staat de olifant voor de prioriteit die je met 100% focus moet najagen. Die ligt niet voor je voeten te wachten. Nee, daar moet je een plan voor bedenken en je lift omhoog gaan. En omlaag, om hem stap voor stap te definiëren. De konijnen, dat is de waan van de dag. Ik weet niet wat jouw waan van de dag is. Voor mij zijn dat e-mails, telefoontjes, videocalls, berichtjes. Berichtjes, heb je mijn mail gelezen? De bestaande systematiek met de verplichte weerstandsparagraaf ondersteunt niet het goede gesprek over de risico's in de gemeentelijke organisatie. Het gaat juist om die risico's en die kansen die bepalend zijn voor het realiseren van doelstellingen. Welke zijn dat? Welke factoren bepalen nu of een doelstelling gehaald gaat worden of een doelstelling niet gehaald gaat worden? En die zouden onderdeel moeten zijn van je risicomanagement. Van Vught is lid van de commissie Besluit Begroten en Verantwoorden. Hij pleit voor andere regels. De verplichte weerstandsparagraaf schrappen. En in plaats daarvan aandacht te besteden aan kansen en risico's in de programmabegroting. In de bestaande weerstandsparagraaf staan nooit de onderwerpen waar de organisatie echt buikpijn van heeft.
En laten we ons ook beseffen dat ook wij zijn zelf als gemeente de opdrachtgever voor accountants. Wij zijn zelf de opdrachtgever wat wij belangrijk vinden wat nog een keer extern getoetst wordt. Wij zijn zelf de opdrachtgever voor wat onze interne controllers doen met het team. En nou, ik denk dat dat ook echt winst is van vandaag, dat we nadenken over die ontwikkeling naar dat scenario denken. En ik zat ook altijd te denken dat ja, dat RPO, het risicoplatform overheden. Zeker, ja. Ik denk dat dat een fantastisch initiatief ook is om met elkaar dat gesprek veel meer te gaan voeren. De les van vandaag is dat risico's horen bij veranderingen. Het vraagt een veilige werkcultuur om daar goed mee om te gaan.